feest in Rotterdam. De oude haven maakt een leven horendol. En aan de overkant gaat het bolwerk uit zijn bol. Van allochtoon tot koorstudent, straatmuzikant tot wijkagent, wordt iedereen hier eensgezind heel langzaam lam. Feest in Rotterdam. Je bent friezin. Ja. En je schrijft een boek over 100 jaar horeca in Rotterdam. Erg, hè? Nee, niet erg. Wel leuk. Waarschijnlijk met een goede, nuchtere objectiviteit. Ik denk het wel. Ik ben totaal niet bevooroordeeld geweest. Ik woon sinds 3 jaar in Rotterdam en die namen van etablissementen zeggen mij in feite niet veel. Ik had er dus niet echt een beeld bij. Zowel negatief als positief. Mijn idee was ook om niet zozeer te beschrijven wat is er allemaal geweest en waar was het. Maar de achterliggende gedachte was, hoe zijn de concepten ontstaan? Welke hebben het overleefd? Welke concepten waren populair in Rotterdam, welke niet? Rotterdam heeft een hele eigen uitgangscultuur. Dus ik heb eigenlijk de conceptontwikkeling beschreven. Wie was het eerste eetcafé? Nou, trouwens, ze hebben allemaal gezegd dat ze het eerste eetcafé hadden. Die ik heb geïnterviewd. Maar de waarheid gebied te zeggen dat er toch een stille strijd is tussen Roodkapje in de Van Wijsenbroeglaan en de stoep op de OC-dijk. We hebben het in een bepaalde context gezet. En de context is van, hoe liep dat nou van vroeger? Hoe waren die trends? Wie waren de trendsetters? Hoe zaten die trends aan elkaar? Dus we hebben het boek in 3 delen opgesplitst. We hebben de geschiedenis geschreven van 100 jaar uitgaan. Daarnaast hebben we alle instituten in Rotterdam beschreven. En daarnaast hebben we 30 Rotterdamse horecacoryfeeën geïnterviewd. En daar ook kunstwerken van laten maken die u hier op de achtergrond ziet hangen. Er zijn wat bekende gezichten bij. Ja, een Rotterdams horecacoryfee is iemand die meerdere bedrijven exploiteert of geëxporteerd heeft. Die zijn nek heeft uitgestoken voor de Rotterdamse horecamarkt, met vallen opstaan. Het is niet dat het altijd succes hoeft te zijn, maar wel een trendsetter is geweest in de horecamarkt. Ik heb een uitzondering gemaakt voor, ik noem dat met een groot woord, instituten van Rotterdam. Er zijn zaken die zijn de naam instituut waardig. En wanneer ben je een instituut, wanneer je een heel herkenbaar punt bent in de stad en je eigenlijk nauwelijks aanpast aan de moderne ontwikkeling, maar dat is op hele kleine dingetjes. Nou, wat is het instituut van Rotterdam? U noemde het al de pijp, zonder meer. Dus ik portretteer de pijp als instituut. Waarom is het instituut? Hoe is het al die jaren gegaan? Dat doe ik ook met Timmer, dat doe ik ook met mijn lief Bender, dat heb ik ook gedaan met Old Dutch. Want het is eigenlijk op de Coolsingel ontstaan. En zo heb ik een stuk of 7. De oudste die ik heb geportretteerd onder zeg maar, de Engels. Veteranen, ja, dat is heer Engels senior. Nog elke dag volop in bedrijf. Heeft ook de eer om het eerste boek te ontvangen straks. Als Nestor van de Rotterdamse horeca. En Willem Langstraat, ook een legendarische figuur met zijn lief Bender. En de fles, daar is hij begonnen. Ja, de fles samen met zijn mooie Anna. En mooie Anna, moet ik zeggen, is de enige vrouw die in het boek figureert. Zij is de enige vrouw die ook meer dan 3 horecabedrijven heeft geleid. Dat was in 1956, dacht ik. En ik werkte toen in Beurscafé op de Coolsingel bij meneer Diender. En ja, ik wilde voor mezelf iets, hè. Dat zat in me, dat wilde ik. Ik had gevaren, ik had in Old Dutch gewerkt, kortom in allerlei prominente huizen gewerkt. Maar ik wilde toch voor mezelf een gewoon café hebben. Niet alleen een gewoon café, maar een café waar jij kwam. Waar Vaandrager kwam, waar Schan Sleutelaar kwam, waar Verhagen kwam. Kortom, Eddie Forstima de Boer, noem het maar op, José Marcello, muzikanten, artiesten. Dat soort café zou ik willen hebben waar die mensen kwamen. Toen heb ik de Clarence gepacht van meneer Van Wijk. Ja. En dan ben ik een cafeetje begonnen, de Fles. Nou, en dat is wel wat geworden, 6 jaar lang. Dat liep zelfs zo goed, ik schepte te veel gezelligheid, vertelde met hoofd van de drank. Het hield in dat kinderen gingen niet meer naar de school, niet meer naar de academie. Ik was de zondebok. Er waren rare verhalen over de omloop van men verkocht marihuana en al dat soort dingen. Maar ik heb het nooit gezien en nooit gebruikt, dus... Natuurlijk kan ik me voorstellen. Als jij dat café had gehad en ik had een dochter gehad en die zat bij jou een café in plaats dat ze naar de academie ging of naar school ging, dan zou ik ook zeggen, ik wou dat die vent het in zijn broek had gedaan. Want vroeger had ze mooie cijfers en nu niet. Maar daar kan ik niks aan doen. Dat is van de ouders en de kinderen. Maar intussen werd de Fles toch voor dat soort akkefietjes een vechtpartijtje. Alles werd te veel aangedikt en te veel op die geconcentreerde plek gelegd.
Nou, en dat had het resultaat dat ze zeiden, vriend, scheid er maar mee uit. Dus de Millers en de Wiek kwam als manna van mij uit de hemel vallen. Want daar ging die dicht. En daar begon ik. Ik was ook 23 en Willem was 22, want hij is iets jonger als ik nog. En wij hadden geen overwicht op die mensen. En we dachten aanvankelijk dat dat niet nodig was, maar op een gegeven moment kwam de drankwet en ze gaven elkaar wel eens een zoentje en dat mocht allemaal niet. En nou ja, als wij zeiden van jongens, zijn jullie vrijen, dan dachten ze nou ja, die zijn gek geworden. Ja, dus toen, nou en Paas, die zat wel in het horeca, ook al was hij dan kok natuurlijk. En die had wel het overwicht, zijn grote bek en... En als ik zag dat ze wilde handelen, dan rookte ze het staan toe. En hij wou altijd graag knokken, dus dat geeft ook al overwicht. Dan een koek, de koekenpan. Anna, hoe is het met jou? Goed, schat. Ja, wat leuk. Jij gaat niet meer beginnen. Ja, ik ben driftig op zoek. Maar ja, tegenwoordig begint 7000 gulden huur eerst. En dan kan ik het niet verkopen natuurlijk. Op de boompjes kon ik het heel goed verkopen, omdat het maar 2000 gulden huur was. Je moet wel zakenvrouw blijven natuurlijk, hè. Ik ben de enige dame die in het boek staat. Nou, is dat leuk? Willem Langstraat, mijn oude baas. Ja, Godvader Jopje. Van de ja. Rotterdamse naoorlogse horeca, mag ik wel zeggen. Ja, ja. Ja, is dat niet te veel gezegd? Eigenlijk? Nou ja, voor mij was je wat een fles. Wat doe je nu? Ik heb een sociëteit, Job. Ik ben krimpenaar geworden. Ik woon in Krimpen aan de IJssel. En daar heb ik een schitterende boerderij gekocht. Heel groot, met bijna 8.500 meter grond. Daar lopen struisvogel, ezel, paardjes, kippen, pauwen. En daar heb ik een sociëteit waar ik de Lions ontvang. En de ronde tafel. En daar heb ik een aantal leden. En dat, ik voel me als een vis in het water. Dan komen er ook Rotterdamse kunstenaars. Ja. Maar geen heimwee weer naar deze stad? Nou ja, een beetje wel. Ja. Ja. Maar ja, Job. Je wordt wat ouder natuurlijk en je moet tegenwoordig enorm voorzichtig zijn met glaasje op, laat je rijden. Hè? En dan, dan ga je wat minder uit natuurlijk. Hè? En, ja. Maar wat je naast je horecaactiviteiten gedaan hebt en naast je antiek, je speelde bas ook. Ja, en... dat weet jij nog, vriend. In de kelder op de Schavendijk, wel achter de antiekzaak. Ja, daar stond een oude piano. Dat doe ik. Want ik heb bijvoorbeeld Wim Koopmans gezongen. Die komt zondagsmiddags als hij zo niks te doen heeft bij me. En dan wil ik het gitaartje nog wel eens pakken. En dan zingt hij wat. Dan ligt hij een beetje bij de open haard. Hij ligt lang uit, dus hij ligt niet op de grond. Maar lekker bij de open haard. Ja, dat doen we nog. Ja, dat is leuk. Ja. Nu is dit boek verschenen, 100 jaar horeca. En jij bent ook een van de prominente figuren die daar... Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik prachtig. Ja. Misschien heb ik het wel verdiend. Want er zijn eigenlijk dan 3 boeken over jou. Het staartje van de fles. Ja, mijn lief Wender. Mijn lief Wender. Ja. En dit, ja. Nou, dat is heel wat, ja. Je staat in de aanhalen. Je ziet echt ontwikkeling in de horeca. Het is professioneler geworden. De kosten zijn gigantisch. Je kunt je niet meer even zeggen, ik begin een horecabedrijfje. Dat is niet meer te doen. Dus je ziet dat de mensen die al horecabedrijven hebben, professionaliteit inhuren en het managen. Echt het meest sprekende voorbeeld daarvan zijn de jongens van Dudok. En op de tweede plaats, gedeelde eerste plaats, om geen problemen te krijgen, de gebroed Stieleman. Ik heb ongeveer 12 jaar volgehouden. Tot op een zekere dag komen 2 mannen binnen, die waren dan van de Field. Die werden gestuurd door de actie Schuimkraag. Die gingen alle Rotterdamse zaken af. En die kwamen bij mij en die hebben een week gecontroleerd. Maar er was niks te vinden, want ik was eerlijk. Dus ik had geen zwart personeel en ik had geen zwarte inkoop gedaan. En die man die vraagt als laatste, meneer Rommel, hij zegt, wat drinkt uw personeel? Ik zeg, nou volgens CO hebben ze recht op 3 consumpties. Hij zegt, en drinken ze dat ook? Ik zeg, ja, ik zeg, tuurlijk drinken ze 3 consumpties. Ik zeg, wel meer. Ik zeg, dat is niet te controleren. Ik zeg, ze komen 's morgens in dienst en dan hebben ze al 2 kop koffie achter elkaar. Ik zeg, en dan staan ze achter een bar of ze werken en ze hebben dorst, het is warm weer. En ze houden een glas onder het kraan, dat is niet te controleren. En ik had in die tijd 4 zaken. 3 met Jan Kregel samen. En dus in ene zaak was, kon je in een andere zaak niet zijn, dus dat ging maar door. Dus hij zegt, nou, wat drinken ze dan in werkelijkheid?
Ik zeg, ja, ik zeg, laten we het maar klein houden. Ik zeg, misschien wel 8 consumpties. Hij, nou, toen deed hij net of hij nog onze lieveheer was. Toen zegt hij, nou, dan zal ik het goed met je maken. Hij zegt, dat ze zijn dan ongeveer 3 consumpties per man meer. Hij zegt, en je hebt, toen de tijd was het ongeveer 60 man personeel over die 4 zaken. Hij zegt, dan, dat is dan 60. Hij zegt, dan zullen we er ook 50 van maken. Dus 50 maal 3 consumpties per dag. Dus 150 maal 2 gulden. Dus 300 gulden per dag. Hij zegt, dat is dan per week is dat ongeveer 2100 gulden. Dat ronde hij ook nog naar beneden af. Deed hij ook nog netjes. Hij zegt, dat is per jaar 1 ton. Hij zegt, nou, dan krijg je nog een navordering. Ik zeg, oh, dat is lekker. Ik zeg, dat, omdat mijn personeel loopt te stelen, krijg ik een navordering. Ik zeg, dat is mooi. Hij zegt, ja, niks aan te doen. Hij zegt, dat is dan over 5 jaar, dat is 65.000 gulden per jaar. U krijgt een navordering van 325.000 gulden. Nou, toen heb ik de handdoek gegooid. Kan je even de camera even een pen maken, zo naar de andere? Kijk, er stond daar, meneer, op die hoek, stond de Cascade. He, met Las Palmas en de andere, daar waar Nees weer aan de deur stond, Las Palmas. Had je daar aan de overkant de Habanera. En daarnaast stond de Lambassadeur. Maar die Habanera, dat was de zaak van die Flip Willebrands. De broer van Dick Willebrands, die in de oorlog fout orkest had. He, maar niet, dus niet de ambassadeur, die man wil ik niet doorslijken. Maar die is van daar naar hier gegaan. In noodgebouwen? Hè? Dat waren noodgebouwen, ja. Ja. Die zijn toen na het bombardement volgens mij gebouwd. Weet je wel, toen je verder niks had. Ik weet nog goed, man, kom hier die tunnel travers uit. Zag je daar die 3 nachtclubs staan, verder geen moer. En het scheepvaartmuseum daar. En de Puntengaalstraat natuurlijk daar. Ja, de Pluk-Mekaalstraat is ook daar in de duisternis verdwenen. Waar het belastingkantoor staat daar. Krijg je de tering van die rasten daar. Pluk-Mekaalstraat. Dat er in Rotterdam zo ontzettend veel mooie meisjes rondlopen. Ik denk door het water. Dat het enige dat wij het water een serieus gehad hebben. Nee, maar ik denk dat hier in Rotterdam is onze stad. De mensen willen nog altijd graag uitgaan. En ik denk ook dat de vrouwen op de moois en de mannen toch ook verzorgd eruit zien. Veel oudere mensen blijven erover klagen dat de binnenstad vinden ze toch eng. Durven niet meer naar de Schouwburg, s'avonds of wat dan ook. Ja, ik denk dat je het anders wil zien. Kijk, ik ben zelf zo, ik ga niet meer naar voetballen toe waarom dat het formalisme zo is. Ik denk dat je gewoon een beetje weg wilt duiken. Ik denk ook dat de meeste mensen veel bezadigd is, te bezadigd is. En kijk, zelden als ze praten over een cabaret. Ja, god, moet levende muziek komen. Heb je levende muziek, komen ze ook niet. En dus gewoon deur. Het disco, maar ik merk ook mee hier zo, in deze zaak, dat toch oude mensen komen. Ik vind het toch prachtig om een disco te zijn. En waarom? Ze kunnen lekker de eigen uitleven. En dat merk ik ook in deze tijd toch iets veranderd is. Los van Nederland, want dat vind ik verslagen onzin. Wij verdienen hier het geld en we worden Amsterdam rijk van. Dus dat willen we dan sowieso, dat we echt helemaal onafhankelijk worden. Met grensposten, want het hele Europa horen we ook niet bij. En dan gewoon met een paspoort en dan dat we zelf kunnen bepalen wie er wel en wie er niet meer binnenkomen. En dan sowieso een heel tolerant vluchtelingenbeleid, dat zou ik onmiddellijk doen. Ik zou de uitkering allemaal omhoog gooien, iedereen evenveel geld geven, wie van de gouden hoer of ben rijk en arm. En ik vind dat je moet roleren qua huizen. Dus iedereen heeft recht op minstens 5 jaar in een villa. En dan moet je te zorgen dat mensen 5 jaar in een villa gewoond hebben, moeten ze terug naar een oude wijk of naar een flatje. Dat soort dingen zou ik doen. En ik zou onmiddellijk de sluitingstijd van de kroegen afschaffen. Ik zou hasjvrij verkopen en ik zou zorgen dat naast de tabakzaak en de drankzaak een zaak komt waar je de heerlijke snuifjes en pilletjes kan kopen, zodat je tenminste weet wat je krijgt. Waarom sta je voor deze? Nou, dat heeft tweeërlei redenen. Ten eerste is dit Cor de Geus, de man van OQ, Schavendijkwal.
ik heb hem geïnterviewd en hij was bijzonder aardig, innemend. En ik ben professioneel ontvangen daar. Ik belde hem op voor een interview en zei, ik kan me voorstellen dat je niet dagelijks in dit soort gelegenheden komt. Nou, daar had hij gelijk in. En zei, maar ik vind het toch leuk om je te ontvangen, terwijl mijn club vol in het werk is. Dus kom maar s'avonds om 10:00. Dus met enige schroom liet ik mij afzetten voor de kleerkassen van portiers. Maar hij kwam op mij af, had mij verwacht, allemaal heel professioneel en bijzonder innemend. En hij heeft ook een goed verhaal. Hij heeft echt een visie over hoe het in zijn vak aan toe gaat. En ten tweede, we hebben dus iets gekozen uit de kunstwereld. Ja, wat past nog beter bij iemand van een seksclub? Dat is misschien toch wel de maagdenroof. Vandaar deze combinatie. Hier nou precies? Ga je naar binnen en bestel je een drankje? Nou, kijk, de meeste clubs, eigenlijk alle clubs in Rotterdam, je betaalt entree. Zoals een alcoholier, je betaalt een 50 gulden entree. Daar heb je 5 consumpties voor. Dus dan maakt het niet uit wat je drinkt. Of sterke drank of softdrank, dat maakt niet uit. Je hebt 50 gulden, 5 drankjes. En dan daar zijn de bonnen op, daarna kun je gewoon bestellen. De mensen zitten absoluut veilig. Er zijn geen klanten die, andere klanten die specifiek voor de meisjes komen. De dames worden helemaal niet lastiggevallen of zo. Het is gewoon relaxed. Het is goed gecontroleerd allemaal. Het is geen enkel probleem. Rotterdam is eigenlijk het voorbeeld voor alle grote steden hoe een clubs moeten draaien. We kijken dus ook wel eens bij de buurman natuurlijk. En dan zien we dus in andere steden dat het toch wel heel anders geregeld is. En toch negatiever als Rotterdam. Ik vind dat Rotterdam echt goed geregeld is. Maar kan er bij jou niet af en toe enige jaloezie bijvoorbeeld doorschemeren bij zo'n Theo Heuf, zou ik maar zeggen, die zo'n Jap Jum heeft met zijn champagnemerk? Nee. Het leuke daarvan is dat eigenlijk het hele seksgebeuren met elkaar ontzettend goed contact hebben. Er is geen afgunst. Kijk, elke eigenaar van een nachtclub of club, die moet gewoon zelf zorgen dat zijn zaken goed in orde zijn. Alles keurig geregeld is en dan moet je gewoon zelf verzorgen. En daar is geen afgunst voor. Alles draait als je best maar doet. Dat je zorgt dat alles gewoon correct en netjes verloopt. De seksindustrie, toch even die marginale dingen, ja. De drugshandel, ja. Wat is er nog meer? Nou, en wie ik ook heb geïnterviewd, want dat viel mij op als niet-Rotterdamse, dat de zak patat is gestyled in Rotterdam. En dus wie had je daarvoor? Nou, Bram. Nadash. Ja. Wat ik heel positief op mij overkwam, is dat er geen enkele kinderzin is in de horecaondernemers ondernemen. Of ze spelen het heel goed, dat weet ik niet. Maar nee, zonder meer. En iedereen heeft ook een eigen marktsegment. Neem maar zo'n jongen als Robin Bravenboer. Die heeft het typische Rotterdamse uitgaanspubliek. Hè, zijn Baja, zijn Crazy Piano, zijn Zotto, noem maar op. En dan heb je Fred Diaz van de Hollywood Discotheek. Ja, die krijgt 10.000 jongeren binnen. Maar dat is net weer de andere leeftijdsgroep dan Robin Bravenboer. Dus het is... Het is goed geregeld. Op de oude binnenweg zitten een aantal cafés naast elkaar. Ja. En in het ene café komt nooit een bezoeker van het café ernaast. En daarnaast ook niet. Wat ik eigenlijk nog frappanter vind, is dat je in Café Temmer heeft een horecaontheffing. Want het heeft nog geen 30 vierkante meter oppervlak. En daar presteren ze toch nog om 2 gedeeltes te hebben. Als je tot de elite behoort van Rotterdam, dan mag je door de achterdeur naar binnen. Maar blijf je ook staan, dat is echt de artistieke grootheden, zeg maar. En de gewone jongen, die mag naar voren. En 30 vierkante meter, ik bedoel, wel geestig. Dat is heel geestig, ja. Ja. Hoe zijn de illustraties tot stand gekomen? Een heel verhaal eigenlijk geweest. Huib de Jong en Karim Verbeek van Art Constructions, die hadden dus in Rotterdam al een behoorlijk aantal horecabedrijven neergezet. Hebben dat altijd consequent laten fotograferen door Jan Bartelsman. En Jan Bartelsman is wel de man voor fotografie van horeca. Ze hebben altijd die foto's bewaard, maar Jan Bartelsman heeft natuurlijk veel meer klanten in de stad. Dus het leuke was dat we van alle interieurfoto's in het boek van de hand zijn van dezelfde fotograaf.
Toen hebben we hem ook gevraagd om foto's te maken van de mensen die hebben geïnterviewd, de coryfeeën, zeg maar. Het was verschrikkelijk moeilijk om ze bij elkaar te krijgen. Het is een hell of a job geweest. Daar had Jan Bartelsmans ook foto's van gemaakt. Dat is niet zijn core business, portretfoto's. Maar goed, dan was het toch van dezelfde hand. En toen hebben we geprobeerd daar iets leuks mee te doen. En toen is Jos Loijs ingeschakeld. En de computer is bij aan de pas gekomen. Ja, maar Jos Loijs, we mogen niet in zijn keuken kijken. Ik weet niet of het met de computer is gebeurd. Het is eigenlijk een vondst van al 10 jaar geleden. En ik heb dat een beetje zijdelings toegepast in het Maastheater. Dat was zo'n portrettengalerij, zeg maar. Echt een beetje in de trant van de Commedia dell'arte. En ik heb dus allemaal bekende Rotterdammers toen gemaskerd door middel van Venetiaanse maskers. En die vondst is eigenlijk heel lang gewoon weer op de plank blijven liggen. En ja, toen naar aanleiding van Huib zijn boek, en die zag dat een keer. En die had foto's van bekende mensen uit de horeca uit Rotterdam. En die dacht van, hey, kun je niet op die manier, of misschien verder ontwikkeld, dat door gaan zetten? En het zijn eigenlijk een soort fotomanipulaties, maar er komt geen computer aan te pas. Het is puur eigenlijk door middel van projectie, dingen wegschilderen. Met kaarsen ben ik bezig, of met zaklantaarns. En van dat geheel, het is een soort decoortje, maak ik weer een foto. Dat is eigenlijk een beetje de techniek. Het is heel bijzonder en het ziet er heel mooi uit. Bovendien kan je natuurlijk elementen toevoegen bij elke persoon... Ja. Waarvan jij vindt, of iemand anders vindt, dat die bij die persoon horen. Wat is naar jouw gevoel de geslaagdste, als ik het mag vragen? Oei, dat vind ik heel moeilijk. De man van de OQ-club? Die vind ik ook schitterend, ja. Ik vind Ted Langebach vind ik heel spannend. Het grafische, dat vind ik mooi. Maar soms vind ik ook dat barokken juist weer mooi. Kijk, er waren bepaalde figuren, zoals Herman de Blijker. Dat was voor mij zo vanzelfsprekend om daar iets Bourgondisch bij te doen. Dus zo'n 17e eeuw stilleven, zeg maar. Want bij iedere persoon is een kunstwerk toegevoegd. Ze dienen toch in een horecazaak te zijn. Ja, maar we hebben een uurtje laat opengegooid. Ik heb even de boeken even zien. Job. Maar dit is toch leuk? Ja, het is heel leuk. Het is voor Rotterdam niet wel leuk natuurlijk. Ja. Voor als je bij een rondbeleging hebt gebracht. Dat vind ik een leuk initiatief van de huur gedaan. Vind ik heel leuk. Want jullie hebben ook wat initiatieven gedaan in de loop van de jaren voor de stad. Heel veel, Job. Goed baan. Ja, het is gauw hard. Grand Prixje. Die niet doorging. Door de stad? Ja. Door de stad. Ja, god. Ik heb natuurlijk altijd leuke nachtzaken gehad. Natuurlijk. Ja. Leuke nachtzaken. En ik zei nou, een keer de Roemers weer. Een beetje de horeca trek je toch het meeste. Dat vind ik wel lekker. Nou zit je met jouw café Roemers hier in een buurt die heel erg in opkomst is. Ja, ja. Nou dat trekt me ook wel. Ik vind de nieuwe uitdaging hier zo heel die buurt. Ik vind het natuurlijk een prachtbuurt wat natuurlijk toch naar de oorlog blijven staan is eigenlijk. Het heeft toch een bepaalde charme. Heel goede ondernemers zitten hier te komen dan. En dat vind ik mooi. Wat iedereen mij vertelt is, in tegenstelling tot veel andere steden, dat de Rotterdamse horeca mensen ook met elkaar door een deur kunnen. Absoluut, absoluut. Die staat veel dichter bij elkaar, denk ik. Wij als Rotterdams, blijkt nu uit het boek, hoe dichter je bij elkaar bent eigenlijk. Ja, dat vind ik wel mooi. De stad is natuurlijk, de ondernemers hier gewoon, zijn al van, na de oorlog eigenlijk, een bepaalde tijd, een paar zaken is, een paar nachtzaken is. Dus eigenlijk is het heel zachtjes gegroeid. En daarvoor zijn natuurlijk iedereen met elkaar natuurlijk een beetje te ontbouwen geweest. En je ziet wat Rotterdam geworden is. Het is toch een stad waar je geel zo mag worden.